50 jaar geleden stond de 74-jarige Wim Wittenbergs hier ook al op de grensovergang in Venlo aan de Leuterweg. Mijn carrière heeft hier mogen beginnen, op deze plek. Ik ken deze plek precies. Dit is grenspaal 459. En vandaag is hij er weer, bij diezelfde grenspaal van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Want het is een hele speciale jubileumdag. Vandaag wordt er niet gecontroleerd. Oké, dank u vriendelijk. Goede reis. Vandaag is het 130 jaar geleden dat de eerste auto in Nederland reed. En daar reed hij over de parade in Venlo, neven dit tankstation. En dat was van een Duitser, Carl Richard Fruidenberg, uit Zuchtelen. En dat was een patentwagen nummer 3. Via de Leuterweg, de Kaldenkerkerweg en de Keulsen Poort komen de auto's dan bij het Limburgs Museum, waar het oudste tankstation van Nederland ligt. Nu een lunchroom en een perfecte locatie voor mechanische melancholie. En dat was de eerste keer dat een auto, een voertuig zonder paarden, hier over de parade reed. En we hebben ook een opgetekend getuigenverslag gekregen van iemand die dat opgetekend had van zijn opa, die ik gezien had. En dan zei hij, dat was verbazingwekkend, een voertuig zonder paarden met een flinke snelheid van wel 15 of 20 km per uur. Met een knetterend geluid hier over de parade verscheen. Samen met Sabine Annemuller, burgemeester van het Duitse Viersen, onthult wethouder Schatterier dan een plaquette ter ere van de eerste auto in Venlo, juist op een dag dat heel Nederland juicht voor autosucces. Max wint in Zandvoort. Heb je ook nummer 33? Nee, ik heb geen nummer 33. 69 vandaag. 2 winsten, hè? Dubbel clutch gewonnen, ja. De voorstelling is ten einde. En de boom is weer dicht.